goed, mensen, de eerste diamonds zijn binnen. De eerste aanval attempt op mijn eiland is een feit van lichtblauw. Ik vind hem wel mooi. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Bed Wars. We gaan vandaag weer lekker spelen. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk dat duimpje omhoog aan. En ben je nieuw? Abonneer. Welkom. Dankjewel natuurlijk voor alle likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Er is natuurlijk ook daardoor een guild invite uitgegaan. Mocht je hebben gewonnen, gefeliciteerd. Mocht je natuurlijk ook op deze video de kans op willen maken, mensen. 250 likes op de video is natuurlijk weer een nieuwe invite. Het enige wat je hoeft te doen is natuurlijk even je naam achter te laten. En dan kun je gewoon kans maken erop. Wat ik er wel meteen bij zeg, mensen, is... Let even op, als je al in een guild zit, kan ik je niet inviten. En laat ook je goede Minecraft naam achter, want ja, dat is ook nogal ongemakkelijk. Ja. Gezien ik heb twee mensen geprobeerd te inviten die al in een guild zaten. Eén iemand had zijn Minecraft naam verkeerd achtergelaten. En uiteindelijk is dus even Lars geïnvite. Gefeliciteerd ermee voor de invite en kan hij de guild joinen. Nog wel een kleine side info daar overigens bij. Mocht jij de invite hebben gewonnen, dat geldt overigens voor iedereen... Dan heb je op dat moment, als je inlogt op Hypixel, dus niet wanneer ik jou invite, maar op het moment dat jij inlogt op Hypixel, heb jij 5 minuutjes om de guild invite te accepteren. Zijn Hypixel regels, waarom? Vraag het mij alsjeblieft niet. Maar dat dus. Dus ja, gefeliciteerd. Dank jullie wel, mensen. En wat ik zei, mocht je ook kans willen maken, klik lekker een duimpje omhoog aan. En zorg voor de likes. Dan nog even één ding, mensen, wat ik ook nog moet vertellen. Ja. Of vragen eigenlijk. En dat is natuurlijk de vraag. Er is namelijk ook een community pagina op YouTube, bij ieder kanaal. En daar kan ik een poll neerzetten. En daar heb ik namelijk een poll neergezet. Of jullie het weer leuk lijkt dat ik een modpack ga spelen. Er is namelijk een nieuw modpack uit. Een mix van Tekkit en Hexit. Leek mij wel heel erg leuk om te spelen. Ik zou zeggen, ga even naar de community pagina toe. Klik even een vote aan of je dat leuk lijkt of niet. En wellicht kunnen we dat binnenkort gaan spelen. Dus, met dat allemaal gezegd hebben, mensen, tijd voor een aanval. Oké, mensen. Ik ben dus op mid en... Nou, je zag het zo. Mijn bed is kapot. Dat is pretty fucked up. Ik had dit totaal niet door. Ik weet wel dat rood flinke damage hiervan heeft gepakt. En dat hij nu dood is. Maar dit is wel... Semi is lastig. Want we hebben nu geen respawn meer. En ik heb eigenlijk nog helemaal niks goeds. Maar we gaan even kijken... Hoe we dit kunnen gaan uitspelen. Shit. Dit was alles behalve de bedoeling. Kom rood erover aan. Rood komt er alweer aan. Ik vecht natuurlijk op mijn eigen land, want ik heb hier HP regen extra. Maar dit is wel pretty fucked up. Oké, rood komt eraan. Oké, ik heb gear, ik heb dit. Ik heb alleen nog geen protection. Nee, goed. Weet je wat? Fuck it. Ik ga wel gewoon naar de diamond generator toe. Ik haal de diamonds op. Mocht hij met me willen vechten, kom lekker mijn kant op. Ik heb toch niks meer te verliezen. Mijn bed is toch al kapot, dus ja, weet je. Wat maakt mij het uit als ik hier even op jou moet wachten? Even gewoon hier de kat uit de boom kijken. Even kijken wat... Daar gebeurt nu niks. Even kijken wat rood op mijn eilandje aan het doen is. Oh, kijk, daar hebben we hem. Hij is ook aan het sneaken. Shit. Leave me alone. Nope. Nee, leave me alone. Oké, we moeten het gevecht met hem aangaan. Oké, toch niet. Rood, je bent hier van harte welkom, jongen. Ik bedoel, ik wil best hier met jou het gevecht hier aangaan. Maar ik ga niet jouw kant daarop. Ik zeg, kom. Oké, hij komt, denk ik. Kom je nu? Ja, hij komt. Oké, there we go. Goed, het gevecht met rood en we hebben hem kapot. There we go. Dat betekent wij kunnen door. We kunnen nu, ik denk zelfs wel voor de sharpness gaan. En I don't know wat dan gaat gebeuren. Ik moet in ieder geval rood gaan stoppen. Dat is één ding wat zeker is. Dus fuck it, sharpness. Gouden appels kopen. Die is net. Ik wil eigenlijk ook wel meteen trouwens een TNT'tje hebben. Want ik kan ook alweer een fire charge kopen. En dan gewoon een volledig aanval op rood gaan openen. Ik bedoel, fuck it. Die. Toppie. Daar. Oké dan. Rood, waar ben jij nu? Is je op mijn land? Ik weet niet waar rood is. Shit. Oké, ik heb niet opgelet waar rood nu zit. Dat is niet handig. Oké, never mind. Ik heb hem gevonden. Oké. Goed, rood zit nog op zijn eigen land, om zo maar te zeggen. Zover je het een land ding geval mag noemen, kan noemen. Wat ga je doen? Why would you do that? Why? Ik kan je eraf schieten nu letterlijk in één keer. Waarom zou je dit doen? Let op, mensen. In 3, in 2, in 1, rood is dood. Like, why would you do that? Oké, rood is nog niet. Nu wel? Nee, nog niet. In dit geval, dit kan goed zijn voor mij. Never mind, dit kan niet goed zijn voor mij, want ik moet nu wel terug. Om in ieder geval...
Oké, het kan nu wel goed zijn voor mij. Ik denk het niet, maar dit kan goed gaan komen, mensen. Dit kan goed gaan komen. Go. Oké, there we go. We zijn in ieder geval nu bij rood. En dat betekent nu rood. You fucked up, boy. You fucked up. Yeah, boy. There we go. Bed kapot. Nice. Oké, dan. Kom dan, rood. Kom dan. Je hebt HP verloren. Je hebt 4 HP, maat. Wat wil je doen? There we go. Oké, ik denk, mensen. En ik denk dat ik het best wel zeggen. Ik heb die goed uitgespeeld. Ik denk het wel. Oké, als we kijken naar het scorebord. Grijs kan nog respawnen. Voor de rest ben ik... Ja, ik ben blauw. Ik zal even te kijken, ben ik echt blauw? Groen kan in één keer... Shit. Oh, nee. Oh, nee. Ja, jawel. Gaat dood. There we go. Oké. Dit is het land van grijs. Is dat grijs? Is dit grijs? Dit is grijs. Shit. Oh, fuck. Oké, grijs kan hier dus respawnen. Dat is lastig. Oeh, nee, kom maar, grijs. Kom maar, groen komt toch in je bek. Hahaha. Ja, dat is vervelend nu, hè. Oké, groen, beter. Drop je TNT. Kom op, drop TNT. Drop TNT. Kom op, you can do it. Nee, niet. Oké, ik ga fucking protection halen. Fuck it. I don't give a fucking damn. Zoek het maar lekker uit. Er is in ieder geval een freeway die kant op. Die gebruik ik zo meteen wel. Eerst even mezelf nu saven. Door dit te kopen, dan kopen we nu een TNT. We kopen een fire charge. En we kopen nu ook nog een gouden appel erbij. En we kunnen gaan aanvallen. Oké. There we go. Goed, ik heb toch maar één kans, dus fuck it. Oké, lekker bezig, groen. Lekker bezig, maat. Lekker bezig. Nice. Groen, don't. Groen, don't. Ja, ik zei het, mensen, hè. Groen, don't. Ik zei het. Oh, Pieter, man. Pieter, why... Oh, fucking Pieter, jongen. Waarom deed je dat nou, Pieter? Waarom moest je naar mij toe komen? Oké, ik heb de express voor hem afgemaakt. Zodat hij naar mij toe komt. Oké, ik had gehoopt dat dit ging lukken. Nee. Nee. Oh, come on. Hi, Pixel. Ah, fuck. Kutzooi. Mensen, op naar de fucking volgende game. Goed, mensen, de eerste diamonds zijn binnen. En de eerste aanval attempt op mijn eiland is een feit van lichtblauw. Ik vind hem wel mooi. Dat had zo ik kunnen zijn gewoon. Dat had zo ik kunnen zijn. Wauw. Wij gaan ondertussen nog even rustig door. Natuurlijk met dingen verzamelen. Want je ziet wel, hij komt er alweer aan. We moeten met hem gevecht nu aangaan. There we go. Hoi. Hoi, maat. Ik moet zeggen, respect voor jou. Voor jouw doorzettingsvermogen. Oké. Fucking hell. Dit gaat helemaal verkeerd, mensen. Mijn bed gaat kapot. You are no longer respawn. Fuck jou. Ah. Oké. Ik had een grote mond. Ik lachte hem uit. Karma is een bitch. We weten het. Wie zijn billen brandt moet op de bananenblaren zitten. Dit is echt heel erg kloten. En ja, tuurlijk kom je naar mij toe. Want dat had ik ook gedaan als ik jou was. Tuurlijk. Ik kan je er niet voor blamen. Nee. Fucking hell. Echt, waarom lachte ik hem uit? Mensen, we gaan naar een volgende game. En ik zou het niet iemand meer uitlachen die een sprongetje mist. Wat ik ook heel vaak heb. Goed, mensen, we zijn in een nieuwe game die voor mij meteen lastig begint. Want je ziet het al, rood wil hier naar me toe komen. Hij heeft ook inmiddels de diamonds in zijn bezit. Kortom, wij lopen hier wel even iets achter. En dat kan heel erg vervelend gaan worden natuurlijk voor ons. Dus ik hoop eigenlijk hier te kunnen killen. Dan heb ik zijn diamonds. There we go. Dan kopen wij, denk ik, nu protection. Want ik denk dat rood mensen gaat blijven aanvallen. We moeten dus nu ook een gouden appel kopen in plaats van dat we bijna gear konden hebben. En we moeten even gaan kijken hoe dit gaat. Volgens nog best wel weer een pittige game. Ja. Maar, ja. En dat dacht ik al wel weer. Rood komt wederom mijn kant op. Dat betekent ik koop ook maar gewoon eventjes een beetje zwaard dan. Voor zover het beter is. En moet het gewoon weer. Doeg. Hoppatee. Oké. Daar heb ik hem denk ik wel lekker hit. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Hier schiet ik voor de rest helemaal niks meer op volgens mij. Oh, ik kan hier dus op. Want wat het natuurlijk is, je ziet ook al, hij heeft geen bed waar hij kan respawnen. Of hij heeft niks om zijn bed heen staan. Dus hij kan natuurlijk gewoon zometeen nog respawnen. Maar, kom op. There we go. Oké, dan. Zijn bed is hier gewoon nu kapot. Natuurlijk gaat dit fucked up nog wel worden voor mij om hem natuurlijk hier nu nog een keer te killen. Nope. Never mind, want hij respawnt gewoon niet meer. There we go. Nice. Oké, dan. We kunnen door, mensen. Wij kopen deze er gewoon lekker bij.
We kunnen nu ook al meteen gear kopen. We kunnen wapen kopen. En... nou... er zijn heel veel bedden die wij nog lekker kunnen slopen. Kortom, gratis puntekens voor de V. Oké, mensen, ik zie dat grijs net in gevecht met de roze. Dat ik eigenlijk hier nu niet slim aan doe wat ik nu doe, maar toch doe ik het. Ik gooi gewoon deze hier neer, ik zet hier dit neer en ik val hem aan. Omdat ik dan op die manier toch zijn bed wil gaan slopen. There we go. En hem dus nu te wil stoppen. Ik weet niet wat ik allemaal uitkraam, mensen. Maar we hebben wederom een kill. Dat is natuurlijk belangrijk. En we zien bijvoorbeeld ook dat roze naar mij toe wil komen. Roze, ik hoop dat je op tijd bent om je bed te protecten. Want die gaat namelijk nu kapot. Oei, 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 Roos. Dat is niet handig om te doen, natuurlijk. Hè? Dat is niet handig, Roos. There we go, daar ging je bed. Oh, Roos, hier eet een fireball. Oké, dat was niet super fantastisch, maar Roos is ook kapot. There we go. En zo gaan we ze één voor één bij af. En het leuke is op dit moment, men ziet het ook, ik hoef alleen op dit moment geel maar te killen. Want wit is gedisconnect. Dus dit zou kunnen betekenen, na heel veel strijden, dat we uiteindelijk toch nog een win weten te krijgen. Maar we moeten natuurlijk wel eerst geel uitschakelen. En we zien hem daar lopen. Die gaat richting zijn eigen bed. Oké, let's freaking go. Oké, we zien geel hier met een flinke jump boost. Ik ben op mijn eigen eiland gekomen doordat ik mezelf heb laten doodgaan. En daarna mijn spullen weer heb weten op te rapen om uiteindelijk hier dus te komen. Ik hoop eigenlijk wel... oh jee, dat ik hem aan kan. Maar oh. Hij heeft speed voor mij en jump boost, of niet? Voor mij heeft hij speed en jump boost. Nee. Oh, for fuck's sake. Ik dacht echt, dit gaat hem worden misschien, maar... Nope. Als ik het zo zie, wordt dit hem totaal niet. Kijk ook zijn HP weer. Oh, wat irritant. Nee! Oh, man. Vandaag, mensen, zat het gewoon een keertje tegen. We hebben veel mensen kunnen slopen, we hebben veel aanvallen kunnen uitvoeren. Ja. We hebben veel tegenslagen gehad en uiteindelijk resulteert dat in een game zonder winst. Voor nu allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal even dat duimpje omhoog aan klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.